Wouter, het concept speelschema is er. Wat is je reactie? Nou, ik denk dat het goed is dat wij ook even naar onze achterban toe context schetsen hoe dat gaat. Dit is sowieso een heel raar en complex jaar. En dat heeft te maken allereerst met het WK van Qatar, wat er in november en december tussendoor loopt. Dus je hebt minder wedstrijden voor de winterstop en meer wedstrijden na de winterstop. En dat heeft ook als gevolg dat die Europese competities van voor de winterstop, dat heel erg op elkaar wordt gepropt. Waardoor de KNVB en de Eredivisie wel een lastigere taak hebben om een speelschema te gaan maken. Daar moet je ook rekening houden dat vorig jaar wij een hele goede Europese campagne hebben gedraaid. En op het moment dat dat weer zo is en dat wij bijvoorbeeld weer op donderdagavond 4 teams hebben voetballen, dat automatisch die teams al altijd op zondag moeten gaan spelen. Dus dat is ook voor de KNVB en de Eredivisie iets om echt rekening mee te gaan houden. Alleen toen wij het concept speelschema zagen, ja, wat ons wel enorm heeft verbaasd, is je moet als club een voorkeurstijdstip doorgeven. En wij doen daar onderzoek naar bij de achterban. En nog steeds meer dan 70% wil graag op zondag 14:30 spelen. En als jij dan vraagt om een voorkeurspositie en wij geven die door voor zondag 14:30 en hij is daadwerkelijk geen één keer ingepland. Ja, dat heeft wel echt tot heel veel verbazing geleid bij ons. We zijn woensdag hier bij elkaar gekropen met alle afdelingen. Uiteraard onze voetbalafdeling, maar zeker ook veiligheid en marketing. En uiteindelijk is het direct op woensdag een bijeenkomst georganiseerd door de KNVB. Daar zijn wij naartoe gegaan. We hebben dit uiteraard aangegeven en we hebben gevraagd ook voor direct een aantal wedstrijdwijzigingen. Nou, daarbij moet je in ieder geval denken aan de thuisstrijden tegen AZ en PSV die op zaterdagavond om 9 uur plaatsvinden, die we of vroeger willen hebben of verplaatst willen hebben naar zondag. We zijn samen met de politie ook echt groot voorstander dat thuis tegen Feyenoord, die op zaterdag 16:30 staat, naar zondagmiddag 14:30 gaat. Maar in ieder geval naar de zondag ook weer toe. Ja, en daarnaast hebben we aangegeven, er moeten nog een fors aantal wedstrijden ingepland worden. Ja, ik ga er toch vanuit dat wij uiteraard heel veel wedstrijden nog op 14:30 krijgen. Want anders kan de KNVB beter stoppen met het vragen naar een voorkeurstijdstip. Dan zien we wel gewoon uiteindelijk wat ze er zelf van maken. Zondagmiddag 14:30 wil natuurlijk iedereen voetballen. Maar er is maar een beperkt aantal wedstrijden wat daar ingepland kan worden. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat zijn er vaker maximaal 2. En dat is natuurlijk ook een gevolg van uiteindelijk het tv-contract wat 9 jaar geleden is afgesloten. Kijk, wat wij daar als clubs niet goed hebben gedaan, is dat wij nooit een objectief vergelijk hebben gemaakt tussen enerzijds wat betekent nu het stadionbezoek en aan de andere kant wat betekent nu het spelen op zoveel verschillende tijdstippen. En op dit moment, als je gewoon puur naar de inkomstenkant kijkt, levert het stadionbezoek ons meer op dan uiteindelijk het tv-contract. We snappen dat dat allemaal hand in hand moet gaan. En, we zijn wel tegenstander van tijdstippen waarop je mensen uitsluit. Hè. Zondagavond 8:00, daar zullen we tegen blijven ageren, want je sluit daarmee gewoon doelgroepen uit. Maar uiteindelijk in het nieuwe tv-contract, maar ook gewoon voor het aankomend jaar bij de Eredivisie, moeten we die vergelijking gewoon goed gaan maken. Want nu zie je een stukje onrust komen, ook op social media, van mensen die zeggen ik ga niet meer met zoveel verschillende tijdstippen. Maar we moeten ook weten of dat daadwerkelijk invloed heeft en wat het ene met het ander weer doet. Die vergelijking hebben wij als clubs gewoon nooit gemaakt. En zeker nu, maar ook als we in de toekomst een nieuw tv-contract gaan sluiten, is dat wel een heel belangrijk standpunt om mee te nemen om uiteindelijk een goede beslissing te kunnen maken. Wat gaat nu de volgende stap zijn? Ja, we horen als het goed is vandaag wat het definitieve speelschema gaat worden. Daar zitten nog steeds veel wijzigingen in. Dus daar is het even wachten op. Maar ik wilde in ieder geval laten weten dat wij er alles aan hebben gedaan om wel gewoon zoveel mogelijk wedstrijden op het voorkeurstijdstip te krijgen.